De dag, dames en heren. Fijn dat jullie kijken naar weer een nieuwe Variant Zorgvlog. Mijn naam is Bram Kemper en zoals altijd neem ik jullie mee in de wonderenwereld van Variant. Deze week mochten Jolanda en ik weer naar de scholen toe. Dit keer niet om posters op te hangen, maar wij mochten voor de klas verschijnen en hiermee proberen studenten enthousiast te maken om te gaan solliciteren bij ons. Nou had ik het idee, dan kan ik daar gaan staan en mijn praatje houden, maar ik vond het een leuker idee om een aantal studenten te benaderen die al werkzaam zijn bij Variant, hun een aantal vragen te stellen en hier een videootje van te maken. De volgende beelden zijn hier dan ook het resultaat van. Doordat je zelf kan bepalen wanneer je wil en kan gaan werken, kan je het makkelijk combineren met school, sport, hobby's en dan haal je ook nog eens tijd over voor leuke dingen. Omdat ze mij de flexibiliteit bieden die ik nu op dit moment nodig heb tijdens mijn studie. Gewoon ervaring opdoen tijdens mijn opleiding. Veel mensen zien, veel mensen ontmoeten. Het is goed te combineren met mijn school en niet onbelangrijk, het verdient natuurlijk goed. Ik loop onregelmatig stage, ochtend, avond, weekenddiensten. Dus ik kan niet meer een baantje hebben waarbij ik op vrijdagavond altijd moet werken. Tweede vraag die ik aan onze Variant studenten stelde is, waarom de ouderenzorg? Als ze dan toch die knipoog gaven of op het einde zeiden, dankjewel zuster. Ja, weet je, daar doe ik het gewoon echt voor. Zoveel voldoening geeft. Het is niet alleen het zorgen voor. Het is het begeleiden, het stimuleren. En er komt zoveel meer bij kijken. En al krijg je maar een glimlach, dat maakt je hele dag toch goed. Omdat jullie dan nu al een beetje een beeld hebben waarom je zou moeten solliciteren bij Variant Zorg. Bij de volgende vraag, waarom moet je nou echt als student gaan werken bij Variant Zorg? Dat ze jou de flexibiliteit kunnen bieden die je tijdens je studentenleven of tijdens je opleiding gewoon eigenlijk nodig hebt. Variant Zorg werkt samen met heel veel verschillende verzorgings- en verplegingshuizen, waardoor er eigenlijk waar je ook woont wel eentje in de buurt is. Dus hoef je niet afhankelijk te zijn van een eigen auto bezitten en is het gewoon goed aan te fietsen. Omdat je veel meer kan leren dan op je stage. Je leert meer verantwoordelijkheden, je leert meer in een team te werken, want je bent een echte werknemer. Het verdient meer als een Hoogvliet of als een Kruidvat, een andere supermarkt of winkel of iets. Daarnaast merk ik echt dat ik gegroeid ben sinds ik bij Variant Zorg werk. Ik heb dus nu dadelijk bij elkaar al iets van 3 jaar werkervaring. Als ik mijn diploma in ontvangst neem, en dan ga ik ergens solliciteren en dan denk ik dat dat wel een heel groot voordeel kan zijn. Je kan 8 uur werken, je kan ook 3 uurtjes werken, je kan het hele weekend doorwerken, je kan zelfs na school, in de avond kan je ook nog eventueel werken. En dan de laatste vraag, en die leek mij zeker niet onbelangrijk. Waar geef je nou als student je geld aan uit na deze te verdienen te hebben bij Variant Zorg? Deels aan mijn studie. Voor de rest spaar ik voor mijn vakantie. Onlangs heb ik een motorfiets gekocht, want ik heb mijn rijbewijs gehaald ervoor. Is aan mijn studie, rijbewijs, uitgaan met vrienden, sparen voor een huisje. Ik hoop door het zien van deze korte video dat jullie een klein beetje impressie hebben hoe het is om bij Variant Zorg te gaan werken. En het enige wat ik nu kan zeggen is, solliciteer nu. Solliciteer nu. Solliciteer nu. Solliciteer nu. Solliciteer nu, want Variant biedt zoveel mogelijkheden en zoveel doorgroeimogelijkheden. Het is gewoon superleuk. Hou jij van uitdagingen? Vind je het leuk om afwisselend op verschillende afdelingen te werken, zoals somatiek, PG of revalidatie? En zou je nu eindelijk met je welverdiende salaris je rijbewijs kunnen halen? Of misschien toch wel die ene droomvakantie? Solliciteer dan nu gelijk. En geloof me, je krijgt geen spijt. Ben je nou ook een student die een zorgopleiding doet? Of ben je misschien een helpende niveau 2 of een verzorgende 3IG of zelfs misschien een verpleegkundige niveau 4? Heb je dit filmpje gezien en is ook jouw interesse gewekt om te solliciteren bij Variant Zorg? Stuur dan een mail naar het onderstaande adres wat ik hier in beeld laat komen. En dan hoop ik dat ik jullie snel zie, hoor of spreek. Hiermee ga ik de vlog van deze week afsluiten. Dus dan zeg ik natuurlijk allemaal weer, de dag is altijd florisant met een beetje Variant. Tot de volgende keer.